ramen zijn al open gegaan. Maar die trein gaat gewoon voor onze neus stilstaan. Hallo, we moeten de boot op, ja. Hallo. Snap je dat niet? Oh, gaat hij nog een stukje achteruit? Doet die vet daar, joh. Wij zouden op z'n Haag zeggen, ik krijg het heen en weer. Malek. 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 No fun. Nee, dat is het niet. No fun. Kijk, één keer voor een trein wachten, maar heen en weer. Ik denk dat hij moet rangeren, dat hij daar een ander spoor moet hebben links. Ja, leg dat maar uit. Hè? Van je baas. Joker. Weer geen bolus. Maar goed. Voorlopig komen we nu het haventerrein hopelijk op een keer. Aan met die banaan. Oh, Geer. Je hebt wel de goede gekozen, hoor. Ik kom hem nog een keer tegen. Die T-Line, de Rostock, dat is de goede. Alleen deze trein die wil misschien ook mee, weet jij veel. I don't know. Ik stond een beetje ingezoomd. Sorry. No fun voor de derde keer. Nee, je hebt het lekker voor elkaar. Hé, gast? Zweet zeker. Oh, gaat hij nou weer stilstaan? Ja, hij gaat weer stilstaan. Oh, God. Het is altijd gezellig op het haventerrein. Fijn, fijn, fijn. Op het haventerrein. Geen idee waar wij moeten, maar rij maar gewoon achter die gast dan. Ja, neem er een. Neem er gewoon een. Eén waar volk bij staat. Hier staat een streep doorheen. TT-line check-in. Hier, ja, hier zit goed. Zelf. Ja, gewoon erin rijden dus. Oliepeet, nou we hebben gepeet. En dan moet je hier stoppen, denk ik. Of... Nee, geen idee. Oh, daar, kijk. Yeah, zo was het. We hebben toch geen kaartje? Nou, we zitten op het terrein. We hebben onze boarding check. Check, check. Nou is het naar de TT-lines. Oh boy, Basie. We gaan weer aan boord. Deze keer waait het behoorlijk, dus ik weet niet of we aan dek kunnen zitten. We gaan het zien. De zon schijnt. Dat is mooi, want dat deed hij vanochtend niet. Het is heel groot hier. Dit is Trelleborg haven. Je moet echt, echt goed kijken waar je heen moet. Wij moeten als eerste Terminal E volgen en daarna moeten we in lijn 149 gaan staan. Denk ik. Dan gaat het vanzelf. Maar hier staat een rijder. Dus daar moeten we heen. Klopt. We zitten gewoon goed. Het is echt even zoeken, maar je moet je aan je kaartje houden en dan komt het goed. 149, dat is... daar waar iedereen in staat ongeveer. Jee. Ellenkie. Nou, leuk. Nou, leuk. Hoe was je handrem? Mijn handrem is goed. Jouw handrem is goed. Kijk. Hij staat recht, dus dat is weer mazzel. Niels Holgersson, daar hebben we al op gereden, ervaren. We hebben ook op gereden. Je rijdt in, oh ja, op de boot, in de boot, door het water. Niet onder water. Het is wat zo'n haventerrein. Jongen, jongen, jongen. Nou, het gaat niet snel. Maar dat geeft niet, we hebben vakantie. Kijk, nu komen we op de boot. Nu rijden we Zweden uit. En we rijden de boot op. Dat is één klom. Hallo, je hebt een gaspedaaltje. Hallo. Oh, plaats op, man. Ja, rijd eens door met je knemper. Come on. Meneer. Dag, meneer. Hallo. Hey, come on. Hoor je nou Gostok? Ja, yes. Gostok? Ja. Ja? In die midden. In die midden. Ja. Dank je. Okay. Oh, dus we hebben via stops. Zijn de eilanden dan?
Je wil naar Rostock, toch? Ja, oké. En nu gaan we dan eerst naar Keulen. Execute. Ja, ze hebben geen haast. We moeten nu ongeveer gaan varen, maar... Dat gaat nog even niet gebeuren. Oké. Even kijken. Kids corners. Nee. Sandek, party. Gaan we eindelijk. Ga je doen? Gaan we eindelijk. Een half uur te laat. Bye bye Sweden. Nou, kijk hoe ruw de zee is, want het stormt al 3 dagen. We gaan het merken. Nou, 6,5 uur, hoppa. We hebben wel wat deining. Maar niet veel. Duitsland. De boot stopt kort bij Rostock. En dan gaan wij eraf en dan vaart hij door naar Travemünde. We gaan gauw een bos opzoeken hoor, lieverd. Ja, we gaan gauw een bos opzoeken, lieverd. En de Niels Holgersson heeft bijna geen zitplaatsen. Dus kan je op het dek zitten? Doen! Zitten op de boot nog steeds wachten tot we eraf mogen. Hebben we even gekeken naar de eerste dingen die we willen doen in Duitsland. G heeft een lijst gemaakt van plekken die hij mooi vond. Nummer 1 is Bodetal, dat is een ravijn. Maar we moeten eerst de gasfles vullen, of moeten, dat willen we. En dat zit hier in Dömitz. Dat is hier, bladzijde 39, daar is mijn vinger. En we zitten op dit moment hier, Rostock. Dus we gaan hier naartoe. En dat gaat 2 uur en een kwartier duren ongeveer. En het is 152 kilometer. We zitten wel midden in de spits in Duitsland nu, in Rostock. Dus we gaan wel merken hoe snel het gaat. Truzi weet het in ieder geval voor ons. Dus we komen Rostock in ieder geval uit. Dat is de bedoeling. We gaan het merken. We laten het aan Truzi over. Adventure. Dit zijn de bezienswaardigheden die Geer heeft opgeschreven. We hebben dus geen echte route. Dit is een voornemen. We mogen rijden. Oh, die hebben pech, die gasten. Jezus, daar ben je ook niet blij mee. Ga maar kijken. Dat ruikt Duits, hè? Ja. Verlaat de vierpoot. Dat waren we al gedaan. Dat hadden we al gedaan, Trus. Vrij snel. Ja, en hier komen we in Duitsland. Yep, Duitse bodem. Yep, A20. Watching the end, again and again. I feel it in ways you follow me. Drifting to places I should leave. So close to the end. Nou, we zijn in Duitsland, maar een tip. Als je zo 5 uur op je gat hebt gezeten, je bent een beetje melig, dan moet je ineens beslissen waar je heen gaat, want je zit in een file en je moet rijden. Dus zorg ervoor dat je je plannen klaar hebt liggen, dat je navigator als het moet het land heeft gewijzigd en dat je in je Truzi of je Tommy in ieder geval de eerste aantal kilometers hebt staan. Zodat je... rood. Oké, groen. Donkerrood. Donkergroen. Paars. Het was blauw. Nee, snap ik. Hoeft ook niet. Fijn, Trus. Kijk wat Trus ons op trakteert.
Ja! Daarom rijdt iedereen daar naar rechts. En wij niet. Oh god. Jippie! Oh man. Oh wow. Ja. Stabieler. Nou, er zit ook aardige kuil in, maar. Deze weg kennen we ook nog niet. Ja, deze weg zijn we al eens ingetrapt. Tarantjes. Ja hoor. Jongen, doet je best. Oh wat, zo'n doosje. Wow. Oké, nou nog geen kilometer. Heeft Truus dit gevonden? Uit Rostock gaan alle snelwegen van heel Duitsland. Nee. Truus wil dit. Fijn. Nou, alles wat los zat zijn we kwijt. En alles wat vast zat zit nu los. Dat is een voordeel. En in ons geval is het zo. Ook al gebruiken we de navigator. Is het toch meestal fout. Fout-ish. We zijn een grijs gebied met recht. Olifant op je dak. We rijden zuidwest Rostock uit. Rostock. Na anderhalf uur zitten we hier. We gaan, als we uit de stedelijke bebouwing zijn, een camperplekje zoeken. Ik ga zo straks even laten zien hoe die camperplaats heet. Nu ben ik van Sijik Duitsland aan het downloaden en België. De offline kaarten. Sijik had ik al staan op mijn telefoon. Nou, kijk, nog nooit gebruikt, dus ik ben benieuwd hoe die werkt. Wow, wow, wow. Tegen onze principes in rijden we op de snelweg. En dat komt gewoon omdat het te laat wordt anders. We gaan naar Hagenhof. Gratis camperplaats. Campers en auto's. Nou, dat is mooi. Ja? Doe het ook. Ja, dat is duidelijk, want dat is aan de andere kant. Ze konden we er niet in. In 400 meters, your destination will be on the left. Maar dit, nee, dat is raar. Nou, we rijden even door. We komen in een zandvlakte terecht. Er staat bouwverkeer, daarom mag het niet. Dat is zwaar KUT, pardon. Maar er is ruimte zat. Het is nou voor gezeur. We gaan er gewoon staan hoor. Ik vind het best. Zou ik een auto aanvoeren? Ja. Gaan ze het morgen openbreken of zo, weet je. Zo kun je er niet meer uit. Dat zou lulliek zijn. Ik vraag me af waarom het niet zou mogen. Maar er moeten dus speciale camperplaatsen zijn. Hier hebben we grote P. Hier, camper. Je rijdt er voorbij. Ja. Wat vind je ervan? Prima. Alleen zijn we een verboden interrijdenbord ingereden, maar.
Ja, maar je hebt je auto. Nou, we gaan even het dorp in. We hebben het aan een local gevraagd hoe het zit met die versperring daar. Hij zegt, dit is een eingangsweg, hier mag je naar binnen. En die is niet gesperd, dus hij zegt, dan kun je altijd zeggen dat je via deze weg naar binnen bent gekomen. Maar daar kunnen ze nooit wat van zeggen. We gaan het zien. Het is hier wel heel, heel leuk. En warm. Warm, ja. Heerlijk. Weet je, nou, we hebben nog steeds een koud gehad. Gisteren was het een beetje een windje. Ja, op zee was het even, maar we hebben het op zee ook niet echt koud gehad. Ja, leuk dorpje, hè? Ja. Wij hadden echt het idee dat Oost-Duitsland armoedig was. Dan kom je wel eens plekken tegen dat je denkt, dat zijn ze vergeten op te knappen, maar... Ja, het is in ieder geval weer zoveel jaar geleden dat de muur ertussen stond. Ja. Precies. Transex never to return, never to feel whole. Isn't it so easy to lose yourself in time, to drive in this line, to give yourself to one beyond what's good and bad? It kills me not to know. Precies. We hebben en gelukkig weer met hulp van de groep van de Bürstner T2616 Facebookgroep een probleem opgelost wat we gisteren ontdekten. Is hele zooi ligt open. Ja, dat is meestal met een vakantie. Ja, 30 jaar oude kar. We hadden ineens feestverlichting achter. Dat werkt ook. Het was dus een massaprobleem. De massa was slecht. En op advies van twee heren... Er zijn heel veel mensen die ons geholpen hebben in die groep. Maar... En hij ging feller branden. Ja, zo. Nu ze branden stukken feller. Dus we hebben veel beter licht ook nu. Perfect. Ja. Helemaal goed. De rem ligt er weer op. Ja, perfect. Hans en Rini, jongens, jullie zijn goud waard. Heel die groep is goud waard. Wat moet je toch zonder Nederlanders, hè? Indy. En een Duitse meneer ook, want die zat ook nog bij die groep. Die begon als eerste. Het is een massaprobleem. We werden geholpen met van zoek het probleem daar of daar of daar. Haal daar je lampen uit en kijk of het dan werkt. En toen konden we uitsluiten dat het probleem voorlag. Nou, het voelt aan alsof je een soort digitale supportgroep zo bij je hebt. Echt perfect. Hey, even thanks guys. Hey guys. Thanks. Jette glad op zijn Zweeds. He is jette glad. Hij is hartstikke blij. Ja, want dat was werkelijk. Weet je, gisteren hebben we in Rostock gereden en we wisten dat de knipperlichten het niet deden. Nou, dan voel je je dus echt waardeloos. We kunnen op reis weer. Inmiddels is lunchtijd. Maar dat geeft niet.
beter een dagje of een halve dag hier aan spenderen. Kijk, dat is een cadeautje geweest. Een heel klein schroefdraaiertje. Laat hem eens zien. Ook van Parkside, hè? Wat kostte die? 19 euro of ja, zo was zoiets. Die. Bij Lidl. Perfect. Oh, wat ben ik hier blij mee, zeg. Ja. Nou, anders jij wel. Dan moet je testen voor de gemeente vastgoed. Ja. Blijven testen. Blijven testen, ja. In ieder geval staan we nog steeds hier in Hagenhof. Met een prachtige pissoir. Ja, het heeft vannacht geregend. Zo waar. Leuk dorpje, aardige mensen. Hij knippert prima. Hij knippert prima. Remmes. Remlichten doen het. Doen het, doen het. Probleem opgelost. Ta-ta-ta. Jongens, ik kan jullie wel zoenen. Thank you. Indy, we kunnen ze wel zoenen. Hè? Potverdikkie. Nou, weet je, ik zal het even laten zien. Kijk. Ik ben dus gewoon online bezig. En daarom ook internet is zo belangrijk, jongens, onderweg. Kijk, Hans Scheers en Rini Achterberg. Topgasten, jongens. Trouwens, allemaal. Jullie zijn allemaal topgasten. Zucht van verlichting. The story continues. We gaan door. We gaan straks de gasfles vullen. En dan gaan we rijden. Het is toch ongelooflijk dat je dat er zoveel mensen zijn die gelijk voor je klaarstaan. Dit is de naam van de groep waar wij lid van zijn. De Gouden Club.